hoort al op de achtergrond dat er iemand bij me is, maar ik zal even vertellen wat we precies gaan doen. Wat we precies gaan doen is, we gaan namelijk terug naar Polen. Ik zal gelijk met de deur in huis vallen. We gaan terug naar Polen. Iedereen heeft de video's denk ik al gezien dat wij gepakt zijn in Polen afgelopen september. Een paar maanden geleden zijn die video's online gekomen. Ik denk dat het hier een stukje van te zien zal zijn dat we toen gepakt zijn. Maar we gaan er toch weer aan proberen er iets van te maken om te kijken of we nu ook nog gepakt worden. Wat we precies gaan doen in Polen is dat we niet naar slechts één locatie gaan in Polen. Maar we gaan morgen, oftewel volgende week, gaan we ook naar een andere markt in Polen. Daar heb ik echt super veel zin in, want daar schijnt ook heel veel vuurwerk te zijn. Ik zal even laten zien met wie ik hier ben. Jullie kennen hem allemaal. Ruben Koets. En er komt er even een mooie foto in beeld. De eerste stop die we maken. Ja, meteen politie. Meteen politie. Ja, jij moet het hebben, joh. De busje zit vol natuurlijk. Overal politie, daar wordt politie. Ja, we gaan aanhouden, ik ga veel weg. Ja, we gaan er gelijk even vandoor. Want we moeten nog een paar uur, dus... Tief ook even dit even in de bak. Kijk eens wat een afval nu van allemaal in zijn auto. Ja, dat is wel erg random dat je aan het filmen bent, hè? Ja, dat... en er komt net een oprijwagen. Ruben pleurt even wat weg. 5,5 uur en we komen weer aan. Op plaats van bestemming. Ongelooflijk. Hoijenwoetsen op 7 kilometer afstand. Staat op het bordje hier zo. We hebben er een rit op zitten van, ik denk, 8 uur, 7 uur. Even kijken op de bordcomputer. Wij zijn onderweg 7 uur en 3 kwartier. We rijden gemiddeld 97 kilometer per uur. En we hebben 750 kilometer rijden. Jezus. Wij zijn maar rugend. En dat te bedenken dat ik om, even kijken, om 5 uur 30 al richting Ruben ging. Want zoals de meesten wel weten, woont Ruben in het zuiden van het land. En van Nederland natuurlijk. En ik ben al, denk ik, vanaf 5 uur 30 ben ik onderweg naar hem. Dus ik heb al rond de 10 uur in de auto gezeten, man. Verrot. Wat ga jij nou doen? Pissen. Oké, okay, nou, we zitten 10 minuutjes van de markt af en dan gaan we gelijk naar Martin. Want we hebben contact met hem gehad, maar ik ga eerst eventjes pissen. En dan gaat hij. Hij zet het busje even neer. Ik ga het even draaien. En er zit komt een auto daar aan. Kutzooi. Republiek Polen, over 1 kilometer. Ik denk dat jullie deze locatie al kunnen dromen. Het is op zich nog lekker weer. Dus ja, we boffen, Ruben. We boffen zeker. We boffen. We boffen echt. We boffen, jongen. Oh, boffen we. En ja, we gaan zo meteen die mooie locatie over natuurlijk. Met, hoe heet die locatie ook weer? De Eiffeltoren op zijn kant, toch? Oh ja, de Eiffeltoren op zijn kant. Ja, daar ligt hij, toch? Daar is hij, daar komt hij. Daar ligt hij nog steeds. Daar komt hij. Dat is ook boffen dat hij er nog ligt, anders had hij moeten zwemmen naar de overkant. Ja, klopt. Maar het is ook boffen voor de mensen dat ze het opnieuw zien, deze. Een boffen, hé. Wat een boffert. Hé, maar ze mogen hem only werken. Hé, kleine bofferts. Boffertjes. Ja, mogen je dat? Vroeger ging hier de tram doorheen, hè? Zo. Ja, zeker. Nee, serieus, ik heb hier gelopen. Kijk, de markt ligt nog steeds bij hoe het erbij lag. Nou, dat is ook boffen. Nee, de McDonald's is verschoven. Ja, wel, is wel controle. Waar? Ik zie daar een lichtje. Oh nee, dat is niks. De markt links, iedereen weet het. Rechts, oh, benzine is weer duurder geworden, man. Nee, toen ik de laatste keer ook hier naartoe ga. 1,12 euro. Oh, dat was het al trouwens vorig jaar. Dat je hebt je Mackie natuurlijk. Ja, de Mackie, ja. Ruben dan met hey, op de... Ik ben hier nog in de tijd geweest dat tegen Mackie lag. Ja, joh? Ja, joh. Zo lang kom ik hier al. En we gaan nu relaxed en direct naar Martin. Is zo? Nou, moet ik een stukje verder rijden, toch? Of niet? Ja, eigenlijk wel, maar hoeft niet per se. We kunnen wel even lopen. Dan kunnen we dat andere stuk ook filmen, die 24 uur shop daar. Okay. De kerstbomen staan klaar. Ga je ze versieren zo, Ruben? Ja, zeker. Benzine. Ik zit te kijken, normaal staat toch een ding. Nee, je moet hier parkeren. Hier parkeren, hè? Sigaretten.
Nou, het ziet er wel leeg uit hoor. Ja. Check dit mensen. De enige echte shop van Martin. Waar we natuurlijk een paar maanden geleden ook zijn geweest. En we gaan even kijken of ze misschien nieuwe producten hebben of al iets nieuws. Men zei dat er minder was. We zijn hier dus weer bij Martin op de markt. Sowieso de beste shop. Kijk maar naar deze producten. Aardige cakes. Hier wat grotere. We gaan sowieso een aantal dingen shoppen. Hier zien jullie het al. Maar zometeen zien jullie nog beter. Want we gaan natuurlijk stoken in de video zometeen. We hebben wat ingekocht mensen. Dus we gaan zometeen naar de stooklocatie. Zoals jullie kunnen zien is het nog aardig licht. En daar houden wij heel erg van. We hebben een aantal dingen ingekocht. Waarschijnlijk hebben jullie die video afgelopen vrijdag al kunnen zien. Toen hebben we namelijk aangekondigd dat we naar Polen zouden gaan. De eerste inkoop zit hier in het busje. Ruben staat hier ook zijn busje weer helemaal dicht te laaien, zodat we kunnen gaan. En wat dikke cakes gehaald. Ik zal zo even snel eroverheen gaan. Hebben jullie die video nog niet gezien, kunnen jullie allemaal even checken. Die staat online namelijk afgelopen vrijdag. Eergisteren is die online gekomen. En ik moet zeggen dat we wel aardig wat dingen hebben aangeschaft natuurlijk. Zometeen gaan we natuurlijk eventjes naar de locatie waar we vorige keer gepakt zijn. We gaan toch even proberen om daar wat te stoken. Ik hoop dat het allemaal goed gaat en dat we niet gepakt worden ofzo. Hier is er nog een markt open. Maar de meeste markten zijn nu toch wel echt al dicht. Dus het is nu denk ik een uurtje of hoe laat is het er? 7 uur of zo? Ja. 7 uur zoiets. De meeste markten zijn al dicht. De kraampjes. Martin is ook dicht en we hebben hier de bus gezet. Zo inladen hier, zo. Dan heeft hij het rolluikje hier omhoog gedaan. Dat is natuurlijk wel gruwelijk. Super vet, hè? Inderdaad. Maar goed, we gaan even naar locatie en ik hoop dat jij meer geluk brengt, man. Ik ga niet een uur op één locatie staan. Nee, dat is misschien wel een gouden tip. En natuurlijk de pasjes niet bij de hand. De pasjes niet bij de hand hebben, geld niet in de zakken hebben. Nee. Dat was namelijk een aantal tips. Legitimatie niet bij je hebben. Nee, inderdaad. Nee, inderdaad zegt hij. Nee. Of een valse. In ieder geval, ik kreeg namelijk een aantal tips van mensen onder de video toen we waren opgepakt van neem geen pasjes mee, geen creditcarden, geen ING of bijvoorbeeld je pinpas, want die kunnen ze pakken en dan rijden ze met jou naar de geldautomaat en dan moet je pinnen. Dus de vorige keer hadden we dat wel allemaal, zelfs contant, maar dat hebben ze niet gevonden gelukkig. Dus ik hoop dat het nu veel beter gaat. Dus, maar dat gaan jullie zo meteen verder zien in de vlog. En we gaan eerst even eten, man. Ik heb honger, man. Ja, McDonald's. Jij niet? Ja, dat kan, alleen dat kan, man. Iedereen die hier zit te vloggen, allemaal naar de McDonald's. Dus ja, je hebt verder niks hier, dus als er iemand is met geld, start eventjes hier. Ja, hoor, je hebt knakworsten met salmonella erbij en zo. Ja. Alle enge ziektes. Ja, dat is wel precies. Lekker hygiënisch hier op die markt. Klopt. Gaan we naar de Mac. Chlamydia worsten. Hey jongens, tot zo. Ruben, geniet even van een heerlijke maaltijd. We worden overigens niet gesponsord, maar... Maar goed, we gaan nu even. We hebben namelijk net nog iets extra's gekocht. Ja. We hebben een shell gekocht ter grootte van jouw hoofd. Ja, daar komt ie. Wacht even. Nee, even serieus, we hebben echt een shell gekocht, hè? Ja, ja. Die laten we zo even zien in de auto. Ja. Maar eerst eventjes eten. En ik is het heb interessant salade. Dat we aan het eten zijn? Ik heb een salade, mensen. Oké. Okay. En een cola zero. Lekker. En Ruben die... Niet. 20 kipnuggets, dan laak je die, jong. Een holle kies. Mensen, jullie zien het. We zijn weer bij het hotel. Hotel Margo. Morgen zijn we hier weer weg. En dan zien jullie volgende week dat we op een andere locatie weer zijn. Want we gaan weer naar een ander hotel. We gaan nu eventjes de spullen even naar binnen brengen. Zodat we... Ja, dat het niet gepakt wordt. En Ruben heeft nog wel heel veel dingen hier liggen. Waaronder de nieuwe producten van Zena. Ja. Basis. Dus we gaan eventjes... Alles de hotelkamer inlaaien. Zo, kijk wel even. Zoals jullie kunnen zien zijn we op de hotelkamer. Het is echt gruwelijk koud. Het is natuurlijk geen zomer meer. Helaas, het was hier toen echt super warm. We werden ons bed toen uitgedreven gewoon.
We zijn nu op de hotelkamer. Ruben doet zijn jasje uit. Ik ben helemaal ingepakt, zoals jullie kunnen zien. Mooi buizen hier zo. Die hebben we ook even veilig gezet, want die van mij waren vorige keer gepakt. Dus we zijn nu best wel voorbereid, toch? Om eventuele decepties te kunnen voorkomen. Ja. Toch? Spreiding van risico. We gaan gewoon in etappes gaan we rijden. Alleen de vraag is welke etappe doen we wat. Precies. Het beste is dat we een grote cake zo meteen kunnen stoken. Dan rijden we weer terug. Dan halen we een andere cake op. Want ik kan jullie even laten zien hoeveel we best hebben. Want er staat nu weer best veel op de hotelkamer. Dus echt, lijkt net Tsjechië toe. Moet je opletten, mensen. Ja. Zo. Ja? Vier cakejes van Zena. Original. Nieuwste. En nog eens 5 cakes. Het zijn 9 cakes. 9 cakes. Wat hier staat. Zinkie. Ja. Jongen, hier krijgen ze. Stel je voor, je doet het bij Van der Valk in Nederland. Wat zeg je? Dit, Van der Valk in Nederland. Het is aan mij. Nou, dan ik denk dat ze dan wel een aardige beroerte krijgen. Aan alle kanten. Ja, normaal hotel, ja. Waarom zien dat de hotel hier nog langskomt? Klopt. Maar we gaan dus, de bedoeling is dat we dus gewoon een aantal dingen gaan stoken. Ja. Of gewoon één dingetje en dan reden we terug. Nee, een paar dingen. Oké. En dan? We gaan groepjes maken. Dan doen we alvast rondjes vrij halen. Je hoeft het alleen neer te zetten. En dan doe je 1, 2, 3, 4. Pik erin, klaar. Jij wacht wel voordat het eerst klaar is. Klopt. Maar het doet ongeveer 30 seconden, ben je 2 minuten aan het knallen. Wegwezen daarna. Klopt. Moeten ze heel snel rijden om ons te pakken. En zie je Koesjan en Cel. Kom zeg. Ja, maar je zou wel betalen. Je zou het in je broek doen, jongen. De vraag is alleen. Die laten we in één doos. Die doen we in één doos. Die gaat denk ik te langzaam achter elkaar. Soms gaat er wel eens de tijd op. Dus ik zie jullie zo meteen weer. En dan gaan we stoken. Eindelijk. Koetje, deel 2. Let's go. Lekker hoor. Staan we dan? Dat was niet helemaal de bedoeling dat we hier gingen schieten. Ik sta even te wachten op een douche en dan zien we daar. Laat maar hoor. We zijn weer gepakt, mensen. In Holland. Zoals jullie kunnen zien. Check dit. Echt kloten. Maar ja, het is zover. En dit keer moeten we veel minder betalen. Maar we stookten echt maar 2 cakes hier zo in Hooijwoedse. En ze kwamen al direct. Ja, ik zeg heel eerlijk, we dachten we doen er gewoon 2. En er is niks aan de hand. Maar ze zijn toch gekomen. We moeten 100 zloty betalen. Dat is omgerekend 26 euro. Gedeeld door 2 is 13 euro. Maar wie had dat gedacht? Dat we gewoon weer gepakt werden. En we deden maar 2 cakes, hè? Ik denk dat we misschien in totaal 2 minuten bezig waren. Maar ja. Ja mensen, we zijn nu weer op de hotelkamer. Ik denk ongeveer 2 maanden geleden waren we ook gepakt. Ik zei er net nog met Ruben op deze locatie van ik hoop dat hij meer geluk brengt. Net zoals dat hij er nu bij is dat we niet gepakt werden. Ho, ik heb toch een beetje geluk gebracht. Ja, het was gewoon een goede locatie. Vorig jaar, video staat ook streamen, schaamteloos reclame. Helaas, dan ik afsteek. Zei ik ook tegen die mannen.
Voor een hele afstand afsteken, geen probleem. Ja, precies. Maar in ieder geval, we gingen dus met 2 cakes gingen we naar die locatie. We dachten, nou, dan gaan we zo meteen met de rest wat hier nog staat. En ik stak ze aan, dus 2 en gelijk achter elkaar. Dus we waren maximaal 1,5 minuut aan het stoken, denk ik. We gingen de bus weer in en op naar het hotel. En er komt gelijk licht tegenover ons rijden. En het was weer zover. Nou, hij begon gelijk te lachen, die ene agent. Die zei van, you are a good actor. We hebben je video gezien op het kantoor. Dus ze hebben mijn video dat ik toen gepakt was, hebben ze gewoon met z'n allen afgespeeld op het bureau. Ik sta er gewoon te lopen in de hal. Ik sta gewoon continu zijn video af te spelen. Zoals eigenlijk je 50.000 hits ermee had. Ja. Al die 50.000. Ja, al die 50.000 waren die polen hier. Maar in ieder geval, uiteindelijk zei hij van, we geven jullie wel een boete. Dus wij dachten van, ja, nou ja, kut, sorry. En in eerste instantie, wat ik vergeten te zeggen was, is dat, en ik krijg even kramp, gek. Was je dat vergeten te zeggen? En wat ik vergeten te zeggen was, is dat ze mee met ons wilden naar de hotelkamer, omdat ik mijn idee niet bij me had. En, ja, dan zegt hij dan wel, is dat een problem? Ja. Yeah, of course is dat een problem, zegt die agent. Ja, natuurlijk. Ja, maar in ieder geval, ik was dus bang in ieder geval, en hij ook, dat ik zou mijn ID-kaart hier op de hotelkamer ophalen. Maar dit, ja, zoals jullie net hebben kunnen zien, staat het hier vol met vuurwerk. Dus we dachten gelijk van, shit, als die agenten meekomen en ze nemen alles mee, en nog een boete, €100 pp of zo, nou, dan kunnen we net zo goed gelijk terugrijden naar Nederland. Ja. Dat deden ze dus gelukkig niet. Ze hebben niks in beslag genomen. En wat was de boete? €26. €26. Dat was geen geluk. En wij moesten €100 aftikken. Laatste ja, keer. Ik moest €100 betalen. Maar wij moeten €26 betalen met z'n tweeën. Ja, dat kost gewoon €13 per persoon aan die potten afsteken. Ja. Scherm even je ding eens af. Dit is, nee, hier staat niks op. Aan, 100 zlotie. Officieel heb jij hem gehad. Koet RG heeft ook nog opgeschreven, hij heeft nummer 2 daarna. Nou, in principe, hij heeft het geleerd. In principe zei ik al van, joh, ik heb gekocht, ja. En zei dan, dat mag niet. Ik zeg, ik heb het hier gekocht, mag dat niet, hels gaan heilig. Maar ja, ik ben met jou, dus ze weten ook wel dat ik stond te liegen. Ja. Uiteindelijk, ik zei ook ergens, ja, vuurwerk is mooi. Hij zegt, ja, maar het is... Ja, dit waren trouwens wel hele chille agenten. Jawel. Dus... ja, gelukkig waren deze agenten tegengekomen, zo kon het ook. En die agenten... Ja, dat was liever geen agenten tegengekomen. Nee, precies, nee. Maar ik bedoel, als we ze dan toch tegen moeten komen, dan op deze manier. In plaats van dat de hele hotelkamer leeg was. Ja, maar we kunnen want morgen... we hebben hier nog wel een aantal dingen, zeg. Ja, we kunnen morgen wel minder omzetten, want morgenavond kunnen we pas verder. Ja, in ieder geval, morgen gaan we naar een andere locatie. Dat kunnen jullie volgende week in de vlog zien. En hopelijk is het daar beter. Ik ben er nog nooit geweest. Nee, Jij wel? Ik wou niks zeggen, juist om deze toestanden te voorkomen. Want als we nu gaan zeggen waar we naartoe gaan, dan staat het volgend jaar ook helemaal vol.